nieuw. Zit in de geest van muziek, wat je niet ziet. Het is mijn halleluja, de toevlucht die ik zoek. Ja, het offer van mijn doel, als je voelt wat ik nog doe. Ja. Ik was bij De Wereld Draait Door, maar ik was nog steeds, het was nog steeds onwerkelijk of zo. Het was onwerkelijk tot op het moment na de show dat ik al had opgetreden en dat het al voorbij was. Dat ik dacht van, was ik nou echt op live tv? Ben ik echt niet mijn tekst kwijt? Heb ik echt niet in mijn broek gescheten? Had ik echt geen oogpoep of zo, niks? Oh my god, it just happened gewoon, weet je. Verslaving tot een opstapeling aan situaties. Ik spreek de waarheid zonder spijt en ik geef gratie. Ik ben heel druk bezig voor het najaar. Kunnen wij al stiekem iets horen? Ja, nou, als je het zo lief vraagt, dan laat ik wel wat horen. Oh, tof. Ik ben Delusion, ik ben rapper, ik ben zangeres, producer, videoclipmaker, creatieveling in de breedste zin van het woord. En ik kom uit Rotterdam. Hier heb ik zeg maar heel veel goede vrienden leren kennen. En het is het hiphophuis, het oude hiphophuis, Koolhaven Eiland. En hier heb ik zoveel connecties gemaakt, wat echt een belangrijke stap in mijn carrière is geweest. Ik snap ook wel waarom zeg maar het hiphophuis dan weer naar een grotere, mooie locatie is gegaan. Maar het is wel super vet, weet je. We hebben hier gewoon echt... Echt zoveel dagen doorgebracht en heen en weer even bij de snackbar geweest en zo. En even na school gewoon gechilled en alles. Dus het is wel even gewoon nostalgie. Ik ben hier echt heel lang niet meer geweest inderdaad. Ja. Wat gaan we nu doen? We gaan naar de studio en dan gaan we wat tracks afspelen en gewoon een beetje kijken waar ik me thuis voel. Tof, let's kom. Dieke? Ja. Ben lees om dat te komen. Oh, sta op om alle vier. Vandaag doe ik helemaal geen diep. Telefoon en ik ben er niet. Je kan wel snap sturen, maar ik weet je niet. Maar ik heb wel heel erg een periode gehad van... wanneer dan langzaamaan een beetje dat gevestigde talent wordt... dat er niet echt een podium daarvoor is. En dat was ook een periode dat heel veel dingen dicht gingen ook. Volgens mij Nieuwe Oost en zo ging allemaal dicht. Het was een beetje dat er best wel een crisis was in de culturele... kunstsector, vanwege subsidies en dat soort dingen, dat mensen ook geen geld meer hadden om artiesten te boeken, et cetera. Het is ook tegelijkertijd de periode geweest waarin ik ontzettend die do-it-yourself mentaliteit heb ontwikkeld. Omdat ik zoiets had van, ja, oké, als niemand dit voor mij wil doen of dit voor mij wil regelen, dan ga ik het zelf uitzoeken hoe ik dat wel kan doen. En dan doe ik het op een manier waarop ik zeg maar dan iets meer invloed kan uitoefenen om het mijn eigen draai te geven, om het even zo te zeggen. Het voelt als zondag, woensdag, dinsdag, vrijdag. Heb geen recept, want ik heb dus helemaal geen zin om wat te doen. Dus nu ben ik even Ik doe ook mee met de poppenronde, ben ik geselecteerd voor dit jaar. Dat is Nederlands grootste rondreizende festival. Om echt buiten je eigen stad, buiten je eigen regio wat meer voeten aan de grond te krijgen. En dat is heel tof. Je kan wel aanbellen, maar wie zegt dat je welkom bent zonder uitnodiging. En je komt alleen en vreet mijn hele koelkast leeg. Yeah. Voor mij is inspiratie gewoon naar buiten gaan, uitgaan, leven, eten, zuipen, drinken, drugs gebruiken, chillen met vrienden, reizen, gesprekken hebben, lullen, ouwe hoeren. Ik heb bijna al mijn tracks gewoon geschreven toen het echt gewoon niet zo goed ging, gewoon juist. Dus ja, dan vind ik gewoon dat je gewoon lekker aan de drank en drugs moet gaan. En whatever, echt gewoon een bad trip moet hebben. En weet ik veel, of kotsend ergens in de metro moet zijn. Of weet ik veel, niet genoeg saldo op je bankrekening hebben. Dat zijn gewoon echt die dingen die je gewoon moet hebben meegemaakt. Of gewoon bijna thuis uitgegooid worden. Want anders, ja, dan schrijf je maar over dingen die... weet je, dan kunnen mensen zeg maar meer een connectie hebben, zeg maar. Want we zijn ook allemaal mens, weet je. En ik denk dat de mensen wel... Ze hebben gewoon blije momenten dat ze een connectie willen maken. Maar ook vooral gewoon troost zoeken misschien in artiesten.